Een van de meest gebruikte paletten is dat lange regelpaneel wat je hierboven ziet. Je kunt dat bijvoorbeeld gebruiken om heel snel foto's aan te passen. Zo heb ik hier een foto in een kader staan. En ik kan met deze knopjes hierbovenin bepalen hoe die foto zich moet aanpassen. Bijvoorbeeld op deze manier. Maar dan kan het heel goed zijn dat jij die knopjes daarboven niet aantreft. Wat er namelijk in het regelpaneel wordt getoond, is afhankelijk van je beeldscherm. Werk je met een laptop, dan zul je veel minder knoppen aantreffen dan bij een groot beeldscherm. Gelukkig kun je zelf bepalen wat je in het palet wel en wat je niet wilt zien. Daarvoor ga je naar dit knopje. Helemaal links onderin, rechts onderin, dit knopje. Daar klik je op en je kan hier dus aangeven wat je wilt aantreffen. Ik klik hier op aanpassen. En vervolgens krijg ik hier een lijst van alle functies die hier in het palet worden getoond. Je ziet dat alles aangevinkt staat. Maar dat betekent nog niet dat je het ziet. Wanneer er namelijk te weinig ruimte is in je palet, vanwege je beeldscherm, zullen de functies niet getoond worden. En daarom zul je wat zaken moeten inleveren. Dus werk je met een laptop en zie je de belangrijke functies niet, dan moet je dus hier wat vinkjes uitzetten. Ik raad je aan de volgende vinkjes te verwijderen. Container en inhoud selecteren wordt zelden of nooit gebruikt. Haal dat vinkje weg. Effecten en tekstomloop haal ik ook weg. De reden waarom ik dat weghaal is omdat ik die functies vrijwel altijd via het palet gebruik. En zelden of nooit via dat regelpaneel. Maar dat is een persoonlijke keuze. Maar je moet iets inleveren. Dus ik adviseer je tenminste deze drie in te leveren. Klik je dan OK, dan ontstaat er meer ruimte voor zaken die je wel wil gebruiken. Zie je de functies nog steeds niet, bijvoorbeeld die aanpassingsknoppen, dan kan het natuurlijk ook zijn dat je niet de foto hebt geselecteerd. Kijk maar, wanneer ik die foto deselecteer, verdwijnen die functies. Dus die functies worden alleen getoond wanneer ze relevant zijn. Maar goed, nu weet je dus hoe je dat regelpaneel kunt aanpassen. Let op, dit kun je vastleggen in een werkruimte. Dus heb je een situatie gecreëerd die jou bevalt, dan kun je dat via venster, werkruimte, nieuwe werkruimte vastleggen. Dan komt het hier in de lijst te staan en kun je heel snel dat palet weer opnieuw inrichten. Zo heb ik hier al een speciale werkruimte voor mijn laptop hier neergezet. Wanneer ik die kies, wordt alles zodanig ingericht dat speciaal voor mijn laptop alle functies beschikbaar zijn.